welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik het hebben over 10 producten waar ik niet zonder kan. Als het goed is heb ik zo'n video al gemaakt een aantal jaar geleden. En ik dacht, het is weer tijd ervoor. Want ik heb echt een aantal producten die ik jullie echt wil aanraden. Het is niet make-up per se of zo. Het zijn gewoon all over producten waar ik niet zonder kan. Die ik echt dagelijks gebruik en echt geweldig vind. En waarvan ik denk dat jullie het allemaal moeten hebben. Dus nogmaals, het is niet alleen maar make-up. Het zijn beauty producten, hele andere soort producten, gadgets, echt gewoon van alles. En ik ga het jullie vandaag allemaal laten zien en ook uitleggen waarom ik het dus aanraad. Dus vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, ik denk dat mijn make-up look echt gelijk opvalt. Lekker heftig weer. Deze look heb ik gemaakt in mijn Festival 2022 make-up tutorial. Die video staat al online, dus zeker eventjes bekijken na deze video. Wat heb ik op mijn lippen? Ik heb NYX Cosmetics lippotloodje op in de kleur Moonwalk. Is een paarse kleur. En deze lipgloss van Givenchy in de kleur 011. Dit is niet een gloss. Dit is een liquid balm-achtige gloss-achtige iets. Echt heel erg mooi. Kijk deze verpakking. I love it. Oké, we gaan beginnen met product nummer 1. En dit is ook echt mijn nummer 1 product. Als er iets is wat je uit deze video moet halen, is het dit product. Ik denk dat iedereen wel last heeft lichamelijk van iets. De meeste mensen hebben last van hun rug. Inclusief ikzelf, hier zo. Heb ik altijd heel erg last van mijn rug. Veel mensen hebben ook last van hun onderrug. Ik ging echt bijna elke week na de massage. €60 per week voor 1 uur massage. En het hielp niet eens heel erg. Want ja, dan is het een full body massage. En dan zeg ik wel altijd van, doe hier iets harder en dan gaan ze daar 1 minuutje iets harder doen. Maar ja, eindstand zit het daar nog steeds heel heel erg vast. Dus echt super duper random kwam ik op bol.com bij een massageapparaat en het heeft mijn leven veranderd. Jongens, dit massageapparaat, het kost nog niet eens €50, iets minder dan dat. De reviews zijn echt top notch. Dat was ook echt de reden dat ik hem had gehaald. Er zijn echt honderden positieve reviews. Een vrouw had ook gezegd dat ze haar hoofd niet eens meer kon draaien en dat na dit apparaat 2 keer te hebben gebruikt, ze haar hoofd gewoon weer normaal kon draaien. En ik dacht, mijn schouders zitten al jaren vast. Het is echt super vervelend. Iets moet mij helpen. En die €60 per week hielp niet. Dus ik dacht, laat me hem gewoon halen. En dit ding is echt geweldig. Ik heb hem al iedereen aangesmeerd. Mijn zus heeft hem nou ook gehaald. Ze heeft hem ook als cadeau aan een vriendin gegeven. Ik heb ook al een vriend overgehaald om hem te halen. Heeft hem ook al gehaald. Dus iedereen vindt hem echt fantastisch. Wat je doet is dat je hem zeg maar, even kijken. Nee, zo. Dat je hem zo vasthoudt. Tenminste, als je hier last hebt. Je moet het doen waar jij dus last hebt. Je doet zo hier je handen in. Zo. En dan heb je hier zo alle knoppen. En dan is dit de knop aan. Dit is om de andere kant op te draaien. Dit verandert de hitte. En dit hoe snel die gaat. Hij gaat slow, medium, hard. Ik doe altijd gewoon medium. En dan gaat hij gewoon zo draaien bij de plek waar jij dus last hebt. Mijn zus had op haar onderrug. Die hield hem dan gewoon zo vast. Kijk, gewoon zo. Je houdt hem gewoon vast op de plek waar jij last hebt. En na een kwartiertje valt hij uit. Jongens, echt mijn hele schouders voelden geweldig aan. En wat ook top is hieraan, is je voelt de pijn. Waar pijn zit, daar zit het dus vast. Dus daar moet je blijven. Dus het kan een beetje pijn doen als je iets wilt loshalen. En mijn zus zei ook van, ik ontdekte gewoon plekken waar ik kennelijk last had en het niet eens door had. En na dit te hebben gebruikt, echt, het is gewoon een hele verademing. Ik weet niet eens hoe enthousiast ik moet zijn over dit massageapparaat. Ik ga niet meer naar de massage. Dit scheelt mij €60 per week. Dat is echt veel. Dat is gewoon €240 per maand aan massages die ik betaalde. I love it. Ik raad het echt aan. By the way, ik zet een linkje van alles beneden in de beschrijving. Nummer 2. Iets waar ik echt niet zonder kan. En dat heeft te maken met mijn haren. En dat zijn microvezel handdoeken. En niet normale handdoeken. Van dit soort wrap-around handdoeken. Waar je zo je haren in kunt wrappen. En het dan zo vastzet. Hier zo met dit knoopje. En dan zit je haar vast in deze microvezel handdoek. Ik heb altijd pluizig haar gehad. Ik heb krullen. Nou heb ik het gesteld. Maar normaal heb ik dus krullen. En vooral meiden met krullen. En mannen met krullen. Als je niet wilt dat je huid gaat pluizen, gebruik geen normale handdoeken meer. Gebruik alleen nog maar microvezel. En zo'n wraparound handdoek is dus heel handig als je je haar wilt vasthouden in een handdoek. Maar je hebt ook gewoon normale handdoeken die microvezel zijn. Ook vrouwen met stijlhaar. Eigenlijk raad ik microvezel gewoon aan bij iedereen, want het beschadigt je haar minder en het wordt dus niet meer pluizig. En vooral met krullen moet je het echt zeker weten gebruiken. Dus ik kan niet meer zonder. Dit is er eentje van Revolution. Het was een 2-pack met 1 zwarte en 1 witte. Ik heb ze allebei. Ik heb ook nog een andere. Ik heb er 3 als het goed is. En die, ja, die wissel ik dan gewoon af. En deze zijn zo, zo fijn. Het heeft niet alleen maar het pluizen verminderd. Maar mijn haar voelt ook echt zachter aan. En ik heb echt het gevoel dat het ook echt hierdoor komt. Dus ik vind het echt heel erg fijn, jongens. Haal altijd microvezel voor je haren. Oké, een gadget waar ik niet zonder kan. En als je mij niet echt kent, dan sta je echt versteld. Want als je zo kijkt naar
aan mijn uiterlijk. Had je dit echt niet verwacht van mij, maar als je me al lang volgt op Instagram, heb je het al vaak voorbij zien komen. En dat is mijn Nintendo. Ik weet, ik ben 27 jaar en ik kan niet zonder mijn Nintendo. I love it. Ik ben altijd wel een gamefreak geweest. Ik game al vanaf PlayStation 1. Toen hadden we Tekken, Weekend Tekken. Let me know beneden in de reacties dat vechtspel. Echt, ik Sims ook al heel lang. De Sims speel ik al jaren. Mijn zus ook. Ik heb het ontdekt door haar. Zoo Tycoon vroeger. Laat me niet vergeten, GTA. Ik ben echt een gamer en I love it. Ik schaam me er ook niet voor. En dit is de Nintendo Switch. De Nintendo Switch. En dan gewoon de handheld formaat. Dus die je gewoon zo vasthoudt. Die is €200. En voor €400 heb je de echte Nintendo Switch. Dus dat is gewoon het hele apparaat. En je kunt dan gewoon aansluiten op je tv. Maar waarvoor ik hem dus gebruik, is het handiger om gewoon alleen maar de handheld te halen. En is het zonder om €200 meer te betalen. Want ik gebruik dit om tijd op te vullen. Nogmaals, ik vind het ook gewoon heel leuk. Het is niet dat ik het niet leuk vind en dan maar gewoon doe. Ik vind het echt geweldig. En dit gebruik ik wanneer ik tijd over heb. Als ik gewoon wil dat de tijd snel gaat. Ik moet wachten of zo. Als ik in mijn game zit, de tijd vliegt voorbij. Dus dat vind ik heel fijn. Nu ben ik op dieet. Dus mag ik gewoon af en toe echt een paar uur niet eten. En dan gewoon om mij af te leiden van het dat ik niet mag eten, ga ik gewoon dit doen. En dan ben ik gewoon urenlang afgeleid. Als mijn moeder mij forceert om ergens heen te gaan waar ik niet heen wil, kan ik mijzelf ook weer afleiden met het ding. Het is zo handig. Het spel dat ik het meeste speel is Pokémon. Ik hou van Pokémon. Ik weet nog dat ik vroeger als klein meisje in Marokko zat en het gewoon zat te spelen. I love it. Oh, hij is leeg. Ik wilde hem aandoen en laten zien, maar hij is leeg. Elk Pokémon spel dat er is, haal ik. Ik heb nou Pokémon. Ik ben de naam vergeten, maar ik breng hem in beeld. Ik heb Monopoly. Ik heb Zelda, maar die vind ik niet zo leuk. GTA. Ik speel zoveel spelletjes hierop. En ja, ik vind het gewoon heel leuk. En als je misschien een zoontje hebt of een dochtertje hebt, is dit ook een heel leuk cadeau. Wel een beetje duur, maar als je het kunt betalen, raad ik het aan. Dus ja, ik kan gewoon niet zonder dingen. Oké, next up is gewoon iets heel handigs, iets praktisch waar ik niet zonder kan. En dat is mijn to-do schrift. Dit is letterlijk een to-do schrift. Kijk, hier staat to-do en dan moet je hier de datum opschrijven. En je kunt gewoon hier allemaal schrijven wat je moet doen die dag. Dit is mijn dagelijkse to-do schrift, waar ik dus achter ben gekomen. En ik weet zeker dat ik niet de enige ben die zo is dat wanneer ik iets opschrijf, moet ik het echt doen. Dan commit ik echt, want dan heb ik het opgeschreven. Ik weet niet, het is gewoon iets psychologisch in mijn hoofd of zo. Wanneer ik iets niet opschrijf en ik heb gewoon in mijn hoofd van ik moet dit, dit en dit doen, gebeurt het vaker dat ik dan een aantal dingen niet doe. Maar wanneer ik het opschrijf, doe ik het gewoon, want ik heb het opgeschreven, dus ik moet committen. En ik vind het ook gewoon satisfying om dit bolletje dan zo in te kleuren van ik heb het gedaan. Ja, ik weet niet, dat geeft me gewoon een goed gevoel. Dus zoals je kunt zien, schrijf ik er echt gewoon van alles in op. Wat ik allemaal doe, moet doen die dag. Echt gewoon van alles. Dus ja, dit vind ik gewoon echt een hele handige manier om echt te committen. En ook om gewoon echt alles te doen wat ik die dag heb gepland. Dus echt mijn productiviteit is echt omhoog gegaan sinds ik dit heb. Ik heb hem gewoon gehaald bij de HEMA. Gewoon heel makkelijk en ook heel mooi. Ik vind hem heel mooi. En hij is best wel dik. Dus je kunt hier echt heel lang mee doen. Dus dit raad ik zeker aan. Ook vooral aan de mensen die gewoon niet doen wat ze in hun hoofd hebben gepland. Als jij zo'n persoon bent die alles uitstelt continu, haal zo'n ding, schrijf het op. En geloof me, dat geeft gewoon een extra stok achter de deur om gewoon echt te doen wat je hebt gepland. Oké, het volgende heeft wel te maken met make-up, want waar ik echt niet zonder kan zijn lippotloodjes. Jongens, lippotloodjes, ik kan niet zonder. Met een lippotloodje kun je elke lipstick laten werken. Of het nou een te lichte kleur is, een te donkere kleur, als het niet strak is. Als je een ombre effect wilt creëren met lippotloodjes kun je gewoon elke lipstick kleur finesse zonder dat het echt per se had gematcht met jou als je dus geen lippotloodje had gebruikt. Ook gaat een lippotloodje ervoor zorgen dat je lipstick niet helemaal gaat bloeden en helemaal gaat smudgen. Want je brengt het aan als een soort van rand, een muur. En zo werkt het ook echt. Het is gewoon een muur wat je lipstick echt op je lippen houdt. Het kan wel eens hier en daar gaan smudgen. Dat gebeurt wel eens. Maar de kans is echt een stuk minder dan als je gewoon ingaat met lipstick en geen lippotloodje gebruikt. Vandaag ook weer lippotloodje gebruikt. En zoals je kunt zien heb je hier dan een heel mooi ombre effect. Want deze lipgloss is een iets lichtere kleur. Dus zoals je kunt zien, je ziet de rand. Die is iets meer donker. En dan binnenin wordt wat lichter. En dat geeft een heel mooi ombre effect, waardoor je lippen ook geplant lijken. Dan lijken je lippen ook wat voller. Dus ik kan niet zonder lippotloodjes. En ik ga jullie mijn faves laten zien. Een aantal nude, een rood en een roze, die ik het vaakste gebruik. Mijn nummer 1 lippotloodjes zijn
echt gewoon van MAC. MAC Cosmetics heeft de mooiste kleuren. Die zijn gewoon super fijn, kwalitatief heel goed. 20 euro wel, beetje duur. Had wel echt iets minder gekund, maar oké, daar gaan we niet over klagen. Ik ga beginnen met mijn 3 fave nude lip potloodjes. Eentje die ik denk ik niet eens meer hoef te vertellen is mijn Morphe Sweet Tea. Als je mij volgt, Sweet Tea gebruik ik echt continu. Dit is de perfecte neutrale bruine kleur. Deze kleur is perfect voor een heleboel huiskleuren en ook perfect voor mijn huiskleur. En elke bruine lipstick die ik aanbreng, als ik ga voor een hele lichte nude kleur die eigenlijk te licht is voor mij, als ik het aanbreng met deze kleur is die gewoon echt perfect. Eentje die ik ook heel vaak gebruik, ook heel klein zoals je kunt zien, deze zijn echt vaak gebruikt, is mijn close-up lipstick van Nabla en dan in de kleur hashtag nummer 5. Ik zal hem ernaast swatchen. Hij lijkt echt op die andere. Deze is dus die ik nu heb geswatcht en deze is van Morphe. Ze lijken heel veel op elkaar, zoals je kunt zien. Er is echt bijna geen verschil, dus als je één van de twee hebt, dan is het gewoon goed. Maar ik vind ze allebei gewoon heel fijn voor mijn huiskleur en ik heb al net verteld over die andere. Dat zijn ook gewoon de redenen dat ik deze ook heel fijn vind. En dan mijn nieuwste aanwinst, mijn nieuwste ontdekking is deze van Anastasia Beverly Hills in de kleur Cool Brown. Ook dit is een perfecte bruine nude kleur. Deze is wel een klein beetje anders. Hier is die kleur. Zoals je kunt zien, deze lijkt een beetje donkerder dan die andere. Dus deze is wel echt een beetje anders. Kijk, de kleuren zo naast elkaar geswatcht zie je wel echt goed verschil. Deze gebruik ik als ik voor een iets donkerder nude lip wil gaan. En deze is ook gewoon echt heel fijn. Blijft heel dag goed zitten. Kost iets meer dan die andere twee, maar is het wel echt waard. Dus deze drie zijn echt mijn fave nude lip combo's. Als ik ga voor een roze nude lip, is er eigenlijk één lippotloodje die ik continu gebruik. En dat is het MAC Soar Lipstick. Of hoe je het ook uitspreekt. Ik weet nooit hoe je het zegt. S-O-A-R. Soar. Ik weet niet. Dit is mijn go-to roze nude lip potloodje. Zoals je kunt zien is het een hele mooie roze kleur met een beetje een bruine ondertoon. Warme bruine ondertoon. Prachtige roze. Matcht ook weer met elke roze lipstick. Ook met veel licht roze kleuren voor mij. Als ik het combineer met deze heb ik zo'n heel mooi ombre effect. Dus dit is echt mijn go-to lipkleur voor een roze nude. En ik hou ook heel erg van rode lippen. Als er één felle kleur is die ik het meest gebruik, is het rood. En ook weer van MAC Ruby Woo is mijn go-to rode lippotlood. Dit is ook een hele mooie rode kleur met een blauwe, koele ondertoon. Dus het is echt een true red. Een echte pure rood. Niet een beetje oranje rood of paars rood, roze rood. Het is gewoon echt rood. Je ziet er geen enkele andere kleur in. Dus dit is echt de perfecte lippotlood als je gewoon wilt gaan voor een goede rode lip. Je hebt hem ook als lipstick. Die heb ik ook. Dit is dan die kleur als lipstick. Ik zal hem ernaast swatchen. Gewoon echt de exacte kleur. Dit is echt een fantastische rode. Maar deze lippotlood match ik ook vaak met andere rode. Rode lipsticks. Dit zijn er nog heel even snel alle kleuren op mijn hand geswatcht. Oké, het volgende is iets wat ik ook relatief net nieuw heb. Ik heb het ontvangen in PR in een kruidvatbox. Ik dacht, ik ga hem gewoon proberen. Ik had niet echt iets van dit gaat echt een levensveranderend product zijn. Maar het is geweldig en dat is deze aftershave olie van Kruidvat. Dit is dus zo'n verzorgende olie voor nadat je hebt geschoren. En het is gewoon een spray, dus je kunt gewoon zo sprayen. Lekker makkelijk. Oké, nou heb ik het helemaal op mij gesprayd. Super makkelijk. Elke keer als ik me scheer, oksels, bikinilijn, vooral bikinilijn. Ik denk dat heel veel mensen last hebben dan van jeuk of ingegroeide haartjes of wat dan ook. Als je dit aanbrengt nadat je hebt geschoren, het irriteert ook helemaal niet. Dan helpt het echt met de jeuk, met rode vlekken of een rode huid. En je huid irriteert gewoon echt minder. Ik ben echt in shock en het voelt niet helemaal zo vettig en dik aan. Het is wel vettig, want het is een olie. Maar het trekt super snel in, jongens. Ik praat echt weer veel te snel. Voor de mensen die nou echt iets hebben van chickie, praat eens rustig. Joh. Ik praat sowieso al altijd snel, maar wanneer ik enthousiast ben, praat ik nog sneller. Ik zal erop letten. In ieder geval deze verzorgende olie van de Kruidvat. Het is gewoon van een huismerk, dus het is niet duur ook niet. Ik vind hem heel erg fijn en het heeft mij echt geholpen. I love it. Oké, we gaan verder met nummer 7 van de producten waar ik niet zonder kan. En dat zijn Primark kledinghangers. Deze velvetachtige zachte kledinghangers. Ik kan niet meer zonder. Ik gebruik geen normale meer. Die ik gebruik zijn allemaal van de Primark. Maar ik had ze ook gezien bij de Action. Die zijn wel iets kleiner. Maar je hebt ze op volgens mij best wel gewoon een aantal plekken. Maar toevallig heb ik ze gewoon allemaal van de Pri. Want ik heb ze gewoon daar in een bulk gehaald. Gewoon heel veel tegelijk. Ik heb echt heel veel kleding die ik ophang. En altijd met die normale gladde kledinghangers van hout of plastic vielen ze er heel tijd van af. Ze glijden gewoon zo van af, zeg maar. En dan was ik weer te lui om ze gelijk op te rapen. En dan de volgende dag viel er weer eentje. En aan het einde van de maand had ik gewoon een hoopje kleding die eraf was gevallen op de grond. Dus sinds ik deze heb ontdekt gebruik ik niks anders meer. Want
deze zijn zacht en een beetje stroef. Dus je kleding houdt zich er echt aan vast, zeg maar. Want het is niet glad. Dus het glijdt er niet van af. En ik vind het echt ideaal. Mijn kleding valt helemaal niet meer. Als ik gewoon ophang, blijft het ook gewoon hangen. Dus dat vind ik heel fijn. Ik kan niet meer zonder. En iedereen hier in huis gebruikt ze nou. Mijn moeder, mijn zusje, echt iedereen. Het volgende product of producten zijn voor de nagels. Ik denk dat ik er wel een keer ooit over heb verteld of zo. In een vlog of zo. Jullie weten, ik heb acryl. Dus ik doe niet mijn eigen nagels. Maar mijn voeten wel. Want ik kan er niet tegen als iemand aan mijn voeten zit. Dus ik kan helaas niet naar de pedicure. Hoe graag ik het ook had gewild. Dus doe ik het helemaal zelf. Ik breng altijd witte of zwarte of een nude nagellakje aan. En als je wilt dat je teen en nagellak en je handen ook kan bij allebei lang blijft zitten. Gebruik dan deze droomcombinatie van Essence. Super goedkoop. De Ultra Gloss topcoat. Die geeft een prachtige glans. En de Extreme Last Base Coat. Die moet eronder. En die gaat ervoor zorgen dat het gewoon echt wekenlang blijft zitten. Op mijn voeten blijft het 3 tot 4 weken gewoon goed zitten. Dus 1 keer per maand verander ik het weer. En dat is echt lang. Want voordat ik dit gebruikte ging het eraf binnen 1 à 2 weken. Voeten blijft sowieso langer dan handen. Dat wel. Maar ja, dat moet je dan gewoon even kijken voor je eigen. Of het op je handen ook werkt. Maar voor de voeten in ieder geval is dit echt geweldig. Vooral de base coat. Die gaat er dus echt voor zorgen dat het goed blijft zitten. Maar ik vind de topcoat ook fijn. Want ik vind die glans heel mooi. Het heeft een heel mooi classy effect. Alsof je gewoon echt naar een pedicure bent geweest. En het is super cheap. Dus ja, ik zou het zeker halen en proberen. I love deze combo. Ik kan niet zonder. Next up heeft te maken met skincare. Als ik mijn make-up eraf haal. En ik kan niet zonder deze make-up remover pad. Je hebt er heel veel van heel veel verschillende brands. Heel veel prijzen. Make-up pads zijn sowieso altijd allemaal heel erg handig om je make-up eraf te halen. In plaats met je handen. Want dit gaat ervoor zorgen dat het er nog beter af gaat. Je kunt het gebruiken met gewoon water. Of met een make-up cleanser product. Wat jij wilt. Ik gebruik het altijd gewoon met een product. Die breng ik aan met mijn handen. En dan hiermee haal ik het gewoon zo helemaal eraf. Die ik heb is van MAR Cosmetics. En deze vind ik extra fijn. Waarom? Hij is extra groot. Deze is groter dan de gemiddelde make-up remover pad. En dat vind ik fijn. Want dan ben ik gewoon sneller klaar. Ik ga gewoon zo snel over mijn hele gezicht. En het is eraf. Ik ga zo in met de ene kant. En dan met de andere kant. En dan gewoon wassen. En je bent helemaal klaar. Veel efficiënter dan als je je handen gebruikt. Of wat dan ook. En zelfs gewoon met water is dit gewoon een goed product. Want dit product zelf haalt ook make-up eraf. Dus dat is heel fijn. Ik vind het gewoon fijn om een product te gebruiken. Omdat ik toch altijd wel veel make-up draag. Maar als je bijvoorbeeld niet in de gelegenheid bent om iets van een make-up remover product te gebruiken. Je bent op reis, hebt hem niet bij of whatever. Dan is dit gewoon handig. Want het enige wat je eigenlijk hoeft te hebben is gewoon water. Dus ja, ik raad deze iedereen aan. En dan vooral deze van MAR Cosmetics. Omdat hij dus zo groot is. Last but not least, product nummer 10. Ook van de Kruidvat. En dat is hun ondergoedlijn. Hun nieuwe ondergoedlijn. Ik heb hier de string. Maar ik heb ook de gewone onderbroek. En nog zo'n high-waist onderbroek. Maar ik draag altijd bijna alleen maar strings. Dus deze had ik ontvangen in PR toen deze lijn uitkwam. En ik was in shock. Ik dacht echt, deze zijn echt fijn. Waarom? Ze zijn heel stretchy. De band is best wel breed, zeg maar. Dus het knelt niet mijn heupen af. En dan als ik het een beetje zo omhoog trek, zeg maar op mijn heup. Dan maakt het mijn figuur ook zo heel erg mooi. Want mijn waist gaat dan zo naar binnen. En mijn heupen gaan naar buiten. En dan heb je zo'n mooi zandloper figuur. En dat is gewoon echt heel mooi. Dus ik vind ze echt heel fijn. Ze zitten heel fijn. Alsof je gewoon niks aan hebt. Echt een super fijn product. I love it. Deze ondergoedlijn van hun is echt amazing. En onthoud hygiëne tip. Gebruik altijd katoen ondergoed. Want dat laat het daar beneden lekker luchten. En dat is belangrijk. Oké, jongens, dat was het dan. Dit zijn de 10 producten waar ik niet zonder kan. Als je nog 10 andere producten wilt zien. Bekijk dan ook die andere video die ik een aantal jaar geleden heb gemaakt. En ik hoop gewoon echt dat jullie iets hebben gehad aan de video. Ik zet dus een linkje van alles wat ik online heb gehaald beneden in de beschrijving. En echt jongens, haal het vooral dat massageapparaat. Echt life saver jongens. Je hoeft nooit meer naar de massage. Echt amazing. Let me know wat jullie van deze video vonden. En of je misschien nog meer van dit soort video's zou willen zien. Want ik heb een heleboel producten die ik heel vaak gebruik. En zoals altijd hoop ik dat jullie gewoon weer hebben genoten van de video. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!